Het is ongelooflijk moeilijk om een goede pup uit te zoeken. Aan de buitenkant zie je niet of een pup uit een goed nest komt, maar door middel van de Fair Pup Check kun je heel veel dierenleed voorkomen. Een Fair Pup is een pup die komt uit een eerlijk nest en niet bij een foute fokker vandaan die alleen maar fokt voor het geld. Maar hoe kies je nou een Fair Pup? Gelukkig worden deze pups niet thuis bezorgd. Als de fokker dat wel aanbiedt, moet er een belletje gaan rinkelen. Hoi! Ik ben Jeroen. Ik ben Kristin. Van binnen, naar Schelpen. Hier zijn ze. Ja, dat zijn ze. Lieve. Er is één nest aanwezig. Het is een bijna 24 uur per dag taak om de pups alle aandacht te geven die ze nodig hebben en een Fair Pup te creëren. En hier is het perfect in orde. Als je deze pup ziet, dan kun je zien dat zijn oogjes schoon zijn, zijn neus, de oortjes en ook heel belangrijk, zijn kontje. Het stinkt hier ook niet en ze groeien op in een huiselijke omgeving. En dat is juist heel belangrijk, dat ze vanaf jongs af aan leren in wat voor wereld ze terechtkomen. Het is ook van belang dat alle gezondheidsinformatie van de pups wordt verstrekt. Is de pup gechipt, ontwormd en ingeënt? Krijg je een paspoort mee? Zijn de ouderdieren getest op gebreken die ze zouden kunnen hebben? En zijn deze testresultaten beschikbaar? Hoe oud zijn de pups nou? Ja, ze zijn vandaag 5 weken. En mag ik er dan nu vandaag al eentje meenemen? Nee, ze gaan pas met 8 weken weg. Ja, dat klopt. Want ze mogen op z'n vroegst met 7 weken pas weg bij de fokker. De moederhond moet ook altijd aanwezig zijn. En dat zit hier wel goed. De moeder en de pups, die vinden het leuk dat ik er ben. Nou, aan de pups ziet het misschien iets minder, maar de moeder vindt het leuk. Ze vindt het leuk om geaaid te worden. En het is heel belangrijk dat ze sociaal vaardig zijn. En de appel valt niet ver van de boom. Als ik dit met haar kan doen, met zogende pups erbij, is het een fantastisch teken. Hoe zit je gezinssituatie? Ben je getrouwd? Heb je kinderen? Kristin vraagt in wat voor gezin en leefomgeving de pup terechtkomt. Het goede is dat ik de pup niet zomaar meekrijg. Let er dus op dat de fokker vragen stelt over je woon-, leef- en gezinssituatie. Een goede fokker wil dat zijn pups goed terechtkomen en zal je dus ook op geschiktheid als hondeneigenaar willen beoordelen. Wat een heerlijk nest. En als aan alle punten van de Fair Pup Checklist voldaan is, kun je spreken van een Fair Pup. En als de puppies blij zijn, dan ben ik het ook. Dus als je een pup gaat kopen, doe dan de Fair Pup Check op fairpup.nl. Dan weet je zeker wat je in huis haalt.